Goedemorgen dames en heren. Van harte welkom op deze locatiekeuring bij stal Piet Sipma in Rottum, Friesland. We hebben een 15-tal paarden te keuren en de omstandigheden die zijn goed. We hebben hier vannacht wel veel water gehad, maar de bak ligt er perfect bij, perfecte bodem. Dus we kunnen met plezier de paarden hier gepresenteerd worden en kunnen wij ze met plezier keuren. Mijn collega vandaag is Piet Sipma en de beelden worden wederom verzorgd door Adriaan Meinersma. Also a warm welcome to our foreign guest. We are here at the stables of Piet Sipma in Rottum and we have had much weather, but now the arena is in a very good condition and it's a good bottom for presenting the horses. My colleague is today Piet Sipma and Piet Bergsma, and we are at the stables of Piet Sipma, but the colleague is Piet Bergsma. He will do the linear scoring. And also thank to Adriaan Meinersma for he makes it possible that you can view it abroad. And we will start with horse number one. Als de twaalf keer start, dan vat die blombaken de bocht nemen. Als de twaalf keer start, Piet, dan geeft vat die blombak aan de rond. Best. Al wij moeten het overzetten, dat ik net vertrouw. Prima. Wil je slapen? Nee. Ja, dit is een goede point, wat ik bedoel, niet met zijn dijk. Standaard dit rondje maaien. Ja, en dan op de.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Bente van Gaasterloons Groen. Het is een indrukwekkende merrie. Merrie met ruim voldoende rassendrukking vanwege het sprekende hoofd. Goed gevormde hals en de vele manen. In de bouw bemerking op het middenstuk gezonken en hellend in het kruis, waardoor het een driedelige merrie dat wordt. Merrie staat wel over veel bodem. Iets kort in het voorbeen, ruim voldoende kwaliteit in het voorbeen en ook correct gesteld met voldoende ontwikkelde hoeven. De stap zou iets krachtiger kunnen, maar toont wel veel ruimte en veel schoudervrijheid. In draf, dan maakt deze merrie zich mooi. Merrie kenmerkt zich door een veel buiging in het spronggewricht en een krachtige manier van bewegen met de nodige lossigheid. Gezien de bewegingsvorm van stap en de draf wordt deze merrie vandaag opgenomen met een derde premie. This mare is registered in the studbook with a third premium.
Hierbij dan de uitslag van nummer 2, Femke LW. Een merrie met veel statuur, met een ruim voldoende rasuitdrukking, lengte in de hals, nek zou iets langer kunnen, maar wel zeer sprekend hoofd en voldoende manen. Merrie ook met een jeugdige opdruk, en die jeugdige opdruk dat nemen we mee in het cijfer van de bouw. Iets hellend in het kruis, voldoende sterk in de bovenlijn en voldoende opwaarts gebouwd. Het beenwerk is verder hard, zou iets meer correct hij in de stand kunnen zijn voor. Dan komen we bij de stap. De stap heeft u ongelijk, met name rechtsachter. Is je niet gelijk, is je niet in de goede takt en ritme. In de draf dan presenteert dit paard zich zeer parmantig, met veel techniek. Maar ook dan is de pas, met name rechtsachter, niet altijd gelijk. Helaas kunnen we deze merrie, gezien de bewegingsvormen, niet opnemen in het stamboek. It's a pity, but this horse, number 2, we cannot reinstate it in the studbook because the walk is insufficient to take it to reinstate the horse in the studbook.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3, Fimke van Panhuis. Een solide merrie die qua ras betreft een zeer sprekend hoofd heeft, voldoende lengte in de manen, maar de hals zou daarbij iets lichter kunnen, komt iets zwaar uit de borst. Dat drukt het cijfer van de rasuitdrukking. Het is een merrie die over veel bodem staat, lang kruis, iets gedreven op, of iets strak op de lendenpartij. Maar we kunnen met de beweging zien dat hij dat wel op de goede manier gebruikt. Voldoende kwaliteit in het beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap heeft ruim voldoende lichaamsgebruik, ook lengte in de manier van stappen en een vaste tred. De draf, dat doet hij technisch goed, heeft weinig snelheid nodig. Paard die loopt volkomen op eigen been, geen ondersteuning nodig. Heeft daarin veel techniek, veel buigend spronggewicht. Is reizend in de voorhand, mooi wegzettend voorbeen. Gezien de manier van draven wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een eerste premie. This mare is registered in the studbook with the first premium and he deserves that on his way of the trot. Dus the movements are so good he can get compensation for a first premium mare. Zet hem erop, Jan. Dan hier bij de uitslag van Femi. Het is een merrie met zeer jeugdige opdruk, goed in verhoudingen.
heeft voldoende arrasuitdrukking, voldoende lengte in de maan, iets bruin van kleur. Hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is de romprichting goed horizontaal. Het kruis erbij is iets hellend, maar voldoende aansluitingen in de bovenlijn. Merrie staat ook over veel bodem. Kwaliteit beenwerk is goed, is hard beenwerk en is correct gesteld. De strap heeft ruimte, zou men daarbij iets meer kracht kunnen tonen, maar heeft wel ruimte en daarbij ook voldoende in de takt, in de draf. Dan maakt deze merrie zich groot, heeft een goed gebruik van het achterbeen, zou daarbij misschien nog iets meer in oprichting kunnen tonen, maar draaft wel met een goede balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een eerste premie. De presentatie van nummer 5 die hebben we beëindigd, want in stap hadden we al enigszins onze twijfels over de correctheid achter, maar in draf was het duidelijk te zien dat die achter zeer gevoelig liep en dan is het beter om de presentatie te stoppen. Well, ladies and gentlemen, maybe you have seen that in the walk and especially in the trot, the movements behind of this horse were not correct. So we have stopped the presentation of number 5. And we are going to continue this inspection with number 6.
aan. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 7. Het is een merrie met voldoende rasuitdrukking. We zien graag wel iets meer verticaal gestelde halt, enigszins onderhalt. Het hoofd is voldoende sprekend en ook wel lang in de manen. Het paard is goed van romprichting in de bovenlijn, iets strak op de lenden. Een goed gevormd kroep. De kwaliteit van het beenwerk. Het paard straalt ruim voldoende hardheid uit. Is voor ook ruim goed en correct gesteld. De bewegingsvormen met de stap, daar mist hij wel eens wat de gelijke pas. En in de draf, daar mist hij zeker de gelijke pas achter. En was hij dus niet in zijn takt en in zijn ritme. En gezien de beide bewegingsvormen kunnen we deze merrie vandaag helaas niet opnemen. It's a pity, but number 7 cannot be registered in the studbook because the movements of this mare are insufficient.
Ja, dames en heren. Ja? Ja, dames en heren, bij de uitslag van nummer 9. Het is een merrie met ruim voldoende jeudige opdruk. Het hoofd is voldoende spreken, zou voor de raskenmerken iets langere manen kunnen hebben. En de hals is verder ruim voldoende correct gevormd, zou iets verticaler gesteld kunnen zijn. In de bouw is hij ruim voldoende opwaarts gebouwd en de verbindingen zijn... zou die wat sterker kunnen, iets gezonken in het middenstuk en vrij hellend in het kruis. Het beenwerk dat zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap die mist, zien we graag meer ritme en meer, ook meer takt in de manier van stappen. We hebben ook een zeer korte stap. In draf dan laat de merrie een goede houding zien. Dan, met een goed gebruik van het voorbeen. Achter wordt voldoende gevouwen en gedoende onder de massa gezet. Paard toont dan ook oprichting. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is registered in the studbook with a studbook without a premium.
Hierbij dan de uitslag van nummer 10, Elsa van de Iepenhikken. Het is een merrie die over veel bodem staat, die iets jeugdiger opdruk kon hebben, die voldoende rasuitdrukking heeft. We zien wel graag dat de hals iets verticaler gesteld is. De hoofd-halsverbinding is iets zwaar. Dan in de bouw, zoals gezegd, de merrie staat over veel bodem. Zou er iets gezonken in het middenstuk. En het wat hellende kruis. Dat zien we graag iets minder hellend. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit en is ook voldoende correct gesteld. De stap die mist de ruimte en met name mist hij het ritme. En de goede takt stapt steeds kort lang en daarom hebben we hem ook na afloop nog ietsje langer laten stappen. De draf, dan maakt de merrie zich groot, heeft een correct gebruik en goed gebruik van het voorbeen. Het achterbeen heeft voldoende vouw, maar zou daarbij iets meer direct over onder het lichaam geplaatst kunnen worden. Komt iets van ver. Gezien de manier van stappen wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek. En daar bedoel ik mee dat de stap had iets meer kwaliteit moeten laten zien om voor een primering, hogere primering in aanmerking te moeten komen. This mare is registered in the studbook without a premium. Zijde, op dezelfde manier een beetje afstand.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 11. Het is een zeer rassige merrie, met name door de voorhand. Zou misschien iets meer lengte dan ik kunnen hebben, maar wel een goed gevormde hals. En ook de hals op zich is lengte genoeg, het hoofd is sprekend. Bemerking op de bouw, met name op het middenstuk, is erg driedelig daardoor. En ook de kroep is erg hellend. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar is wel erg gehoekt. De stap, en met name in de tweede ronde, was voldoende van lengte en ook ruim voldoende van regelmaat en ritme. En in de draf, dan maakt dit paard zich zeer mooi in de voorhand, heel veel voorbeen. Ziet, maakt zich ook groot in de voorhand, maar dan komt hij toch een beetje de bouw tegen. Hij blijft wat in twee stukken lopen, zou het acht wat geslotener moeten gaan in de middenste, in de bovenlijn. Wel voldoende buiging in het spronggewricht. Deze merrie wordt vandaag, gezien de manier van stappen en draven, opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is registered in the studbook with a third premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 12. Een merrie die in zijn totaliteit een enorme jeugdige opdruk
heeft zeer veel jeugd uitstraalt, ruim voldoende rassig, voldoende sprekend in het hoofd, iets bruin van kleur, wel een mooi gevormde hals die er voldoende verticaal op staat. In de bouw, Mary staat over veel bodem, voldoende in de romprichting, maar zou in de verbindingen ietsje sterker kunnen en ook iets meer lengte in het kruis kunnen hebben. Dan het beenwerk. Beenwerk straalt hardheid uit, voorbeenstand een kleine bemerking. Dan de stap. De Mary die stapt met een goede regelmaat en ook met een goed ritme zou daar iets meer lengte in kunnen tonen. De draf, deze Mary heeft een zeer functionele manier van draven die mooi op eigen benen loopt, die een voldoende buiging en spronggewicht heeft. Het totaalbeeld zou daarbij iets meer oprichting kunnen tonen. Maar voor ons is deze Mary vandaag opgenomen in een stamboek met een ster tweede premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Amke van Panhuis. Het is een merrie met ruim voldoende rasuitdrukken en dat komt met name door zijn sprekend of haar sprekend hoofd, lange manen. De hals zou daarbij meer lengte kunnen hebben en zou er ook wat iets verticaler gesteld kunnen zijn en iets lichter, een beetje zwaar uit de borst vandaan. De bouw, dat is een beetje een probleem bij deze merrie. Merrie is erg gezonken in het middenstuk en kort van hellend in het kruis. En dat drukt het cijfer voor de bouw. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. De merrie die stapt met een goed lichaamsgebruik, ook met veel lengte in de stap en met een goede kracht in de draf. Toont deze merrie met een goede techniek van draven en ook een goed achterbeen wat voldoende onder de massa gezet wordt. In zijn totaalbeeld zou ik misschien iets meer oprichting willen zien, maar de merrie draaft met veel gemak. Gezien de manier van beweging en ras en bouw, wordt deze merrie vandaag geprimeerd met een derde premie. De bouw zit een hogere waardering in de weg. This mare is the third premium mare. It's a mare with good quality in walk and trot, but the conformation is not sufficient for a star mare.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 14. In zijn totaalbeeld is het een ruim gelijnd paard die een voldoende opwaartse rumprichting laat zien. Qua ras wat lang het hoofd. Het hoofd zou daarbij ietsje sprekender kunnen, ook iets meer manen kunnen hebben. En de hals zien we graag iets verticaler gesteld, is het wel goed gevormd. In de bouw is het een correct gebouwde merrie die goed in aansluitingen is en ook een ruim voldoende ligging van het kruis toont. Het beenwerk straalt hardheid uit en is ook correct gesteld. De stap die mist vandaag de regelmaat. En die mist gewoon de regelmaat. Voldoende in de lengte, maar die mist regelmaat. In de draf dan zien we dat de merrie een goed gebruik van het achterbeen toont. In het totaalbeeld zou er iets meer oprichting kunnen zijn. Maar wel voldoende lichaamsgebruik. Deze merrie kan vandaag geen uitnodiging krijgen voor een tweede bezichtiging, want dan zou er met name de stap meer kwaliteit moeten laten zien. This mare is not invited for the second view because the walk could show more quality. Zet maar op, Piet, ja? Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 15. En het is een paard zoals het daar nu voor ons staat met veel statuur. De hals die goed gevormd is. Het zou iets spreken in het hoofd kunnen. De wat rascijfer die zin wat drukt. In de bouw dan zien we graag iets meer minder gezonken in het middenstuk. En ook het kruis is erg hellend. De romprichting is voldoende.
dan kwaliteit beenwerk. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap, dan zien we graag iets meer lengte. En de tweede keer was ietsje beter, maar ook graag iets meer regelmaat. De draf, ja, dan is het een hele andere merrie wordt het dan. De merrie maakt zich heel groot, maakt zich ook heel mooi in de voorhand. Loopt goed op eigen benen, heeft een goed gebruik van het achterbeen met veel buiging. Ook met voldoende lichaamsgebruik, ook een voorbeen wat met knieactie goed wordt weggezet. Maar deze merrie schiet, en het is natuurlijk een sterrenmerrie, dus we moeten het wel een beetje in relatief zien. Maar we zouden met name ras en bouw sterker moeten zijn om in aanmerking te komen voor een tweede bezichtiging. Krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. This mare number 15 is not invited for the second view. Then the confirmation, racial type and the walk should show with more quality.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitnodiging van, de uitslag van nummer 16, Rix T. van de Boppelon. Het is een merrie met voldoende rasuitdrukking. Hals is ietsje horizontaal gesteld. Zou misschien iets langer kunnen, maar verder voldoende in sprekend in het hoofd. Merrie zou iets langer gelijnd kunnen zijn, dus wat neerwaarts gebouwd en wat strak op de lenderen. Het is wel een zogende merrie en dan moeten we er wel bij zeggen dat deze merrie in een goede conditie wordt voorgesteld. Iets helder in het kruis. Dan het beenwerk. Het beenwerk straalt goede kwaliteit uit, iets week gekoot en de voorbeenstand is correct. Merrie die stapt met voldoende ritme en ruimte. En in de draf, met name in de derde ronde, dan laat deze merrie veel techniek zien. En met name ook veel gebruik in het voorbeen. We hebben de cijfers van de test, want deze merrie heeft een hoge testcijfers. Dan hebben we, op stap heeft hij 7,5 en op draf een 8,5. Die hebben we meegenomen in de beoordeling. Maar dan nog compenseert het te weinig om deze merrie in aanmerking te laten komen voor een uitnodiging voor de tweede bezichting. En dat zit op name in de ras- en in de bouwuitdrukking. Dus krijgt geen uitnodiging. Dan, ladies and gentlemen, this mayor, Rix T. van de Boppelon, is not invited for the second view. We have also used the notes of the test. He had a good eyebob, had a walk from 7.5 and the trot of 8.5, but it cannot compensate the notes, the marks from racial type and conformation. That should be better. So it's a very good mare, but not enough for a second view. Then the racial type and also the conformation should show more quality.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 3, Fimke van Panhuis. Deze Mary komt vandaag niet in aanmerking voor voorlopig kroon. De uitleg is als volgt. Het is een Mary die goede romprichting toont. Zou wat meer rasuitdrukking kunnen zijn, hebben met name door zijn halsvorm. Ietsje strak op de lendenen. Deze Mary die waardeert zich enorm op met zijn stappen en vooral met zijn manier van draven. Deze Mary die heeft een hele goede techniek van draven. Goed achterbeengebruik met heel veel zelfhouding in een hele goede balans. En op zijn manier van stappen en draven heeft deze Mary vanmorgen een eerste premie gehaald. Maar bij de kroonverklaring kan die aan de hand niet meer compenseren ten opzichte van exterieur en ras en beenwerk. En daar schiet deze Mary, dat moet je natuurlijk ook een beetje relatief zien, tekort om voor een voorlopige kroonmerry in aanmerking te komen. Maar desalniettemin een merry met een zeer kwaliteitsvolle manier van bewegen. This mare is not declared professional crown today because his racial type confirmation and quality legs should be 7.5 in average, and that is not today. This morning she became a first premie because the way I walk and especially the trot showed so much quality that she could get a first premie. But for a professional crown mare, she should show us more quality in racial type and in conformation. But
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Femi. Een jonge Alvin. Het is een zeer aansprekende merrie. Die voldoende rasuitdrukking heeft. Met een goede bouw. Correct gesteld beenwerk. Ook hardheid en kwaliteit uitstraalt. Deze merrie stapt kordaat. Met veel lengte in de stap. In de draf. Dan toont ze een goede techniek. Zou iets meer oprichting kunnen laten zien. Deze merrie komt in aanmerking om tot voorlopige kroonmerrie te worden verklaard. Gentlemen, you have heard it at the sound from here behind us. But this mare is professional crown, good, sufficient in racial type, especially good in conformation and much use. And the walk had good quality and the trot showed us good quality in technique. So it's a professional crown mare today. Ja, wel losser. Hierbij zijn we dan aan het eind gekomen van deze keuring bij stal Piet Sipma in Rotten. We hebben het goed getroffen met weer en we hebben het op een plezierige manier gekeurd. Ook Piet Bersma, bedankt daarvoor. Piet zien jullie vanmiddag weer terug bij Quality Stables in Beesterswaag met de familie Mellema. Waar vanmiddag om 14:00 de volgende locatiekeuring begint. Well, ladies and gentlemen, also the viewers from abroad, thank you for your attention that you have watched this inspection. And this afternoon at 2:00, you will see Piet Bersma back with Louise Hompe, and they will judge at the Friesian at Quality Friesian Stables on the family of Mellema in Beesterswaag for the second location current this day. We see each other later on. Bye bye.